3, 2, 1. Massa's rennende mensen doorkruisen de Alkmaarse binnenstad. Dat moet de Alkmaar City Run by Night zijn. Inmiddels is het sportieve evenement een vaste waarde op de sportieve kalender. Toch was deze editie een beetje speciaal, want woensdag werd hij voor de 10e keer gehouden. Het geheim van de City Run, de Alkmaar City Run by Night, is dat het gewoon een avondspectakel is voor echt voor iedereen. Het is natuurlijk hardlopen met elkaar en uiteindelijk ook een feestje vieren. Wat er verandert is dat we dit jaar een nieuwe startlocatie hebben. En dat is ook omdat we het evenement willen doorontwikkelen, maar dat is ook al voor de groei om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Na 3 kilometer denk ik, wat ben ik aan het doen? En dan zie ik de finish en denk ik, oké, toch wel weer leuk. 8 mei 2013 begonnen, waren het 3000 deelnemers. Ja, we zijn inmiddels op 11.000 deelnemers. Ja, dat is gestaag gegroeid. Wellicht dat we de volgend jaar weer wat meer kunnen toelaten en dan waarschijnlijk ook weer zijn uitverkocht, maar misschien weer net iets later. Ik vind dit geweldig. Lekker de stad Alkmaar op de kaart zetten. Voor de wijn in de grote kerk, daar rennen we naartoe. De meeste lopers doen vooral mee voor de gezelligheid, maar ook voor de wedstrijdlopers is de City Run iets bijzonders. Alkmaar City Run is altijd lekker. De sfeer is mooi en altijd gezellig en warm sfeer, dus leuk. Ik ben blij mee. Het was heel gezellig. Ja.